De markante boom werd vlak na de aanleg van het Drongelens kanaal in 1910 geplant. De stam van de meer dan 100 jaar oude zilvererstdoorn is in tweeën gespleten. Eén deel is weggehaald en de andere helft wordt platgelegd. De boom moet dan weer een flink aantal jaren mee kunnen. Nou, hij leeft pas 100 jaar en hij kan minimaal nog 100 jaar verder. Dan is het toch zonde om, om zo'n levend symbool gewoon maar te laten gaan. Bomen splijten wel vaker in tweeën om daarna horizontaal verder te groeien. Maar volgens de Stichting Wereldboom is het de eerste keer ter wereld dat mensen een boom bewust neerhalen voor een tweede leven. En dat is een stuk omslachtiger dan zomaar een boom kappen. De kluit wordt opgelicht, we leggen hem heel voorzichtig neer. En die delen van de kroon die op de grond komen, ontspruiten daar weer, er komen weer wortels aan. En de kroon die er dan bovenop staat, die gaat weer verder met groeien. Het duurt waarschijnlijk nog zo'n 20 jaar, maar dan is de boom weer net zo hoog als eerst. Alleen is hij dan wel een stuk breder dan vroeger. Hij wordt dan wel echt heel groot, want zijn kroon was nu zeg maar een beetje 20 meter. En zijn kroon wordt straks 35, 40 meter.